Komt de muziek aan, hè? Dan gaan we er een beetje stevig in zetten. Niet komen op. Even wassen voor het gebruik, want degene die dat niet doen krijgen krampen in hun buik. Je buik doet pijn, je buik doet zeer. Nee, ik wil geen pepernoten meer. De meeste mensen eten altijd pepernoten snel, maar je maag kan daar niet tegen, dus dan werken ze nog wel. Want je buik doet pijn, je buik doet zeer. Nee, ik wil geen pepernoten meer. Zaadjes en wat room, en dan groeit er in je buik een grote pepernotenboom. Maar je buik doet pijn en je buik doet zeer. Nee, ik wil geen pepernoten meer. Als het helemaal niet goed gaat, krijg je elke keer de hik. En dan moet je naar de dokter voor een pepernotenpik. En je buik doet pijn en je buik doet zeer. Nee, ik wil geen pepernoten meer. De meeste mensen eten al met pepernoten snel. Je maag kan daar niet tegen, dus dan merken ze dan wel. Je buik doet pijn, je buik doet zeer. Nee, ik wil geen pepernoten meer. Moeder, wat moet ik doen? Moeder, ik wil niks meer in mijn schoen. Wat? Buik doet pijn, als je buik doet zeer. Nee, ik wil geen pepernoten meer. Nou zal iedereen wel zeggen, hé, wat moeten we nou doen? Kan ik nooit meer lekker snoepen van die noten in mijn schoen? Want mijn buik doet pijn, mijn buik doet zeer. Nee, ik wil geen pepernoten meer. Dat moet je maar eens vragen aan de Sinterzwarte Piet. Ik denk alleen maar als je honger hebt en verder beter niet. Je buik doet pijn, je buik doet zeer. Nee, ik wil geen pepernoten meer. En je buik doet pijn, je buik doet zeer. Nee, ik hartstikke goed.